Het overleden grootopperhoofd der Paramakaners, Samuel Forster, wordt aanstaande zaterdag begraven te Langitabiki. Het opperhoofd overleed op 10 maart na een lang ziekbed. Vanmorgen heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling een condoleantregister gelegd voor de regering, DNA, Staatsraad, Hof van Justitie en de DC's. Nagenoeg allen hebben acte de présence gegeven en het register ondertekend. Morgen worden onder meer de DR en RR-leden, dignitarissen en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld het condoleantregister te tekenen. Minister Edgar Dikan stond een moment stil bij het leven van de ingeslapen Gramang. Hij heeft gediend, dat zei ik. Hij is heel snel na zijn officiële erkenning door de staat begon hij te sukkelen met zijn gezondheid. Maar het moment dat iemand is voorgedragen door een totale gemeenschap, betekent dat die persoon een kundige persoon is. Dat hij weet heeft, dat hij de geschiedenis kent van de stam. En op die manier word je voorgedragen. Dus een heel kundige man. Ik heb niet echt diepgaand met hem kunnen praten. Want vanwege zijn gezondheidstoestand. Maar je kon wel aanvoelen dat het iemand is die vooruitgang wilde hebben. Telkens wanneer we spraken, de korte gesprekken die we hebben gehad, was iemand die zich veel bekommerde om de toekomst van zijn gebied en het beste in mind had om het gebied verder naar grotere hoogte te brengen. Bij de Paramakaners zijn er verschillende traditionele rituelen die uitgevoerd moeten worden bij het heengaan van een gramang. Het allerlaatste ritueel was de Beliakisi, waar er voor het laatst afscheid genomen kon worden van de overleden gramang. Na het ritueel wordt de kist voorgoed afgesloten totdat hij begraven wordt. Gramang Forster is 67 jaar geworden.